Nee. Leed, kijk uit. Mag ik erbij? Leed? Leed. Nee. Schatje, patatje, dank je. Even kijken hoor. Zo. Joepie. Mooi. Hartstikke mooi. Zo. Ja, ja. Ook zo, ook prima. Ik vind het best. Moppie, waar ben je? Ja, maar je mag wel kijken. Ja, hier. Kijken. Binnen. Hè? Huh? Nee, maar gewoon hier binnen. Zit op de bank. Gaat hij buiten zitten? Ja. Ja, vrouwen, hè? Zijn om van te houden. Hè, schat? Oké, een heel pakket. Wat moet je ermee, zeg maar? Nou, een tafel in elkaar gaan zetten. En dit zit dus weer, dit zit dus om hier weer in. En hier zitten alleen nog deze erin. Ja, oké. Heel handig. Duveltjes. Die zometeen. Ik heb duveltjes zo meteen nodig. .nl, dat is voor kijken. Ja, ik heb er twee, dat is mooi. Dus moet ik die hebben. Zo. Oké. Hartstikke mooi, dan weet ik dat is ook. Zo, dit weet ik zo. Nee. Even kijken. Er moeten dus twee duveltjes in. Duveltjes, mensen, dat noemt men. Ik weet niet of je dat weet, hè? Weet jij dat? Wat duveltjes zijn? Nee, duveltjes. Dat zijn van deze harde dingetjes. Duveltjes noemen wij dus deze dingetjes. Duveltjes.
Oké, even kijken. Die moet dan hierin. Ja. En we hebben er nog een. Dat zijn twee duveltjes. Ja. Oké, die wil niet zo heel ver, maar oké. Nou, dan zijn we dus naar bladzijde 2. Ja, oké. Even goed kunnen horen. Dan moet het dus zo. Wat is dat? Ja. Mag ik van jou een kruiskop schroefdraaien, schat? Wil je even pakken voor mij, alsjeblieft? Dat is mooi. Daar. Even, ja, zo. Even draaien. Je moet heel goed kijken, want ik heb daar wel kruiskoppen volgens mij uit mijn hoofd. Zo. En anders gewoon een normale en daar kan ik ook mee werken, schat. Ja, daar kan ik ook mee werken namelijk, hoop ik. Ja, maar hij moet wel inpassen, schat. Deze past er niet in. Is het? Juist, hier is deze beter. Voor mij. Kijk, dan zeg ik, hier kan ik ook mee werken. Oh, kijk. Ga je dat? Wat hem? Even kijken hoor. Tafel in elkaar zetten. Het was. Naar de tafel. En F gewoon met Frederik, Frits. Ferdinand. Mooie ronde tafel. Lekker stevig. Hoop ik dan. Nou ja, hij staat bij je en bij de buurvrouw ook, dus ja. Oh, oké. Ja, dit is wel een identieke tafel. Lekker op de vinger gaan kijken. Vind je dat wel? Ik vind het heel prima. En los. Wat een zwarte monster op de bak, zo te zien. Hier nog iemand? Hoi, meisje. Dat is een hartstikke Leonardo. Hé, hey meisje, ben je er doorheen lopen? Ja, jij wel, hè.
allemaal dezelfde soorten of niet? Hè? Drie verschillende soorten? Vier? Twee. Twee verschillende. En een bout. Nee, dit is ook weer een tand in een hoek. Kun je niet beter een dopsleutel voor gebruiken in combinatie met dat bitje? Nee. Ja. Vraag maar, is goed. Jammer. Denk je een leuke oplossing te weten voor het probleem? Werkt het op voorhand dan niet? Dat heb je al lang geprobeerd. Dat deze? Ja, die. Weet je, daar is ik al, het zit in een hoek, dus ja. Dat is het probleem. Vandaar dat ik vanaf zo'n ringsleutel, een dopsleutel bedoel. Nee, waarschijnlijk vergeet ik dit soort dingetjes, maar ik heb er extra. Nee, ik vind het wel goed. Dan had ze ook meegezegd. Kijk, rustig. Nu gaan we daarmee beginnen. Kijk, even kijken. Komt. Dat is ook goed. Dat is mooi. Hè? Dat is mooi. Ik heb er één ringetje onder dat eind van jou. Twee. Drie. Oké, één keer goed. Vast. Mm-hmm.
Zo, die zit al sowieso vast. Heb ik hier nog. Daar nog een in.
Zo, tafeltje staat. Tafeltje weg. Hé, hey, 2 stoeltjes nog maken, hè? En dan hebben we het allemaal weer gehad, hè? Jee, yeah, goed, hè? En nou, dan ga ik dit nog eventjes in de algemene schuur neerzetten. In de gang neerzetten. En dan heb ik hier nog, dus, 2 hele mooie spullen die ik dus nu ook in elkaar ga zetten. Samen met jullie. Ja, samen met jullie. Kijken waar ik jullie neer kan zetten, zodat jullie wat meer beeld hebben. Op de grond, hartstikke mooi. Zo. Voor de feestdagen. Handig, toch? Heel erg handig. Zo. Even mijn spullen. Even omhoog hijzen. Ga eens een koekje loeren, vind ik leuk. Ga. Zo. Hoi! Zo, eens even kijken. Ja, dan was ik ook wel van plan. Ja, gelukkig wel. Haha! Ha. Eerst die doen. Handig, hè? Vind ik het wel wel. Ha. Thank you.
Zo. Zo. Hé, Missie. Ja, je bent nat. Move. Vies. Wacht. Ja, mouw. Dus, en? Ja, want? Ja, ik doe altijd een beetje eerst en eens lekker even een beetje omslachtig. Dat vind ik leuk. Prima toch? Ach ja, als mensen van afslachtig houden, waarom ook niet? Allemaal duveltjes erin. Blanco kan naar onderen, naar achter en naar binnen. Ja. Dat is wat ik denk. Dat is mooi. Daar is een volgens mij, als jij... Ja, goed kunnen. Kloe.
dat hij op mijn persoon dingetje blijft eigenlijk. Ja, het is om vast te zetten. Ja, dat snap ik, maar het is wel plastic. Ja. Zo, eens even verloren. Handen. Wat? Een slingertje.
Want daar maar weer. En dan mag jij die stoel zo meteen doen. Verrassing. Nee. Ik hoefde niks te doen, zeg. Tegen je buurvrouw. Tegen je niet, ja. Goed wel. Heb jij toch wel wat gedaan, alsjeblieft. Wel. Zo. Zit hij lekker? Je mag die gaan doen. Wat een klein tafeltje gelijk, hè? Zo, hè? Ja, maar wel en maar wel weer wat meer ruimte. Ja! En dat papier, schat, die dus daar ligt, hé, dat witte, die kunnen we bewaren voor Sinterklaas of wat dan ook. Het is makkelijk. Kijk, want jij zet het waarschijnlijk weer anders in elkaar dan ik. Hè? Huh? Is het zo? Weet ik niet. Nee, maar ik bedoel, kijk, ik zet het op mijn manier.
in elkaar. Ik hou me niet aan de beschrijving. Hè? Ja, er zit een beschrijving bij, ja. Ja. Er zit altijd wel een beschrijving bij. En anders heb je hier nog een beschrijving op tafel leggen. Zo, hoe gaat Ro dit in elkaar bouwen, jongens? Oeh. Ik ga op z'n handen kijken hoe hij dat doet. Dat doet Ro dus weer. Altijd alles sorteren. Dat doe ik dan weer niet. Dat is wel weer grappig hoe hij dat dan weer doet. En Missie, kus. Hey, wijfie. Hey, kind. Zal mama zo even het traphuis gaan schoonmaken? Ja. Ja, heel veel stof. Ja, heel veel stof. Beauty gaat ook even kijken, gezellig. Je hebt het een beetje van mij nog kunnen afkijken, dus dat scheelt weer. Bij is het ergens. Ik ben dus dat je een gat ziet. Ja, dat is het, ja. Groot gat. Nog groter gaat en een tegel. Ja, maar je hebt daar al een heel mooi voorbeeld. Hè? Dit is geen kruiskop. Ik wil wel al één ding afspreken. Stel, en er gaat een stoel kapot en dan betaal jij weer een nieuwe stoel. Ja, ik moet een nieuwe stoel. Het zijn stoel kapot. Het zijn nog 4 kamer. Ja, maar... Moet ik dan een nieuwe stoel gaan kopen? Nee, maar ik bedoel met deze. Omdat jij je kracht niet kent. Mag ik jou even een tip geven? Want dat deed je net ook.
Die zit nou verkeerd om. Want dat is... Ja. Juist. De spiegel weer. Huh? De spiegel weer. Ik zat eigenlijk te kijken. Ik heb het bezig over me heen. Daar ben ik. Ja, anders dan moet je hem weer helemaal uit elkaar halen. En dat vind jij wel weer niet erg, maar... Kijken. Ja, ik zie nou niks. Als je hem weer even loshaalt, die, en dan weer er terug in, had ik dus net, en het ook met die stoel, heb ik hem toch even helemaal losgehaald. Net. Nou, en toen er toch weer terug in, dan pakt hij hem wel. Spit. Oh nee, sorry, dat is draak. Het is helemaal uit. Je moet hem eerst even indraaien en dan zie je hem pas. En dan kan je beter ook zo meteen met hem en die andere beginnen. En ik ga me er trouwens ook niet even mee bemoeien. Vind ik leuk dit. Een man aan het werk zien, vind ik leuk. Ja, je doet je best maar. Hoe je het doet. Dat is al de helft van een stoel, mensen. Kom hier. Hey.
Ben je mooi? Jutti. Jutti. Zitten. Zitten. Grappenmaker. Hey. Wat een verandering hier, zeg. Die tafel en die was en tot hier, hè. Ja, maar ik bedoel, die en die zwarte tafel, die was helemaal en tot hier. Dus het scheelt een heel stuk. Ja. Nee. Nee. Nee, ja. Kijk eens niet. Zo. De twee zusjes, hoor. Ga er maar toch weer vanaf even. Nee. Nee, dit lief. Denk je, ik krijg pijn in mijn handen door dat ding, hoor. Door die inbesleuteltje. Hè? Huh? Nee. Doe maar, draai, trekken dan. Niet? Pakken. En je bent al een kwartiertje bezig bijna. Gaat lekker. En hoe lang was ik bezig? Oké. Kwartier nu. Oh. Stelletje mutsen ook, hè? Jullie hebben nou weer een stuk meer ruimte, hé? Hey? Nee. Echt, hè? Kost me wel weer even 110 euro. In taalje, maar het is wel zo. Die tafel 80. Twee keer stoelen 40 euro. Ja, je mag je ermee bemoeien, wijfie. Mag voor mij. Moet jij ze weer even kammen, meisje? Dat ziet er niet uit.
Zo, en dat is al een stoel zonder zitting. Ja, je moet hem echt en ook echt erin indraaien. Ik wou er ook al zo erin tikken, maar dat werkt niet, want er zit een schroefdraad op. Als je er niet indraait, ja, dan heb je een probleem. Hè? Jawel. Hè? Omdat je even wat meer en meer kracht moet zetten, Ro. Want dat is namelijk breus. Juist. Juist. Kijken of mag ik even kijken dat eentje. Kijk, dit is gewoon schroefdraad. Kijk, dit is schroefdraad. Dit, schat, dit hier, wat je hier voelt, dit en dat noemen ze dus een schroefdraad. Ja, en nou zit hij goed. Nee, je zus lekker laten. Nee, precies. Nee, ook niet. Hij is omdat er gaat met dit meer en meer perfectionistisch in dan ik. Ja. Wat zoek je? Ja, dat maakt niet uit. Hier zit hij tegenaan, hier? Ja. Hier? Ja. Zo, ja. Oh, gaat lekker. Kijk, hier heb je een arm. Ja, maar dat... Alsof het maar vast zit. Wacht, moet ik heel even kijken? Ja, kijk jij eens even, dan kun je het daar zitten. Kijk, maar niks wordt hier goed. Je zou denken, als je dit hier tegenaan schuift, moet het goed zitten. Maar dan loopt het schuin eraf dan daar. Ja, maar joh, weet je, als je hem gewoon, want dat had ik net daar en daar dus ook, en dat zie je ook hier terug. Kijk maar. Zie ik hier op terug. Bro. Ja. Kijk. Ja.
Dat is IKEA, dat zit wel goed. Dat is goed. Bijna nooit. Dus, maar jij mag het gewoon verder vastmaken, ik niet. Ja. Ik zet hem gewoon aan. Dan mag ik jou een tip geven en waar ga je hem eerst vastmaken? Ik ga eerst hier vastmaken, dat dit gefixeerd is. Ja, dat is toch prima? Daarna deze vastschroeven een beetje smakken. Ja, je doet je best wel. Ik ga even op je handen kijken. Ja. Maar ik kan altijd even kijken waar ik in kan knippen, weet je? Ja, dat blijft niet. Ja, mensen, ik ben iemand van. Ja, Ro, hij zit goed. Ja, mensen, ik ben iemand van het serieuze. En dat hij overal maar gelijk kracht op moet zetten, daar hou ik niet altijd even van. Nee, daar kan ik niet tegen. Wat ga jij nou weer doen dan? Ja, ik vind het goed. Ja. Bijna 26 minuten heb je erover gedaan. Ja, ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze leuke, speciale klusvideo. Wat wij dus hebben gemaakt met de tafel en de twee stoelen. Jullie hebben mij aan het werk gezien en jullie hebben Ro aan het werk gezien. En ook de tijden wat wij erover hebben gedaan. Dus ik zou zeggen, vond je deze dan leuk? Gooi dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat er een leuke reactie achter en doe het belletje aan. Dan blijf jij zeker op de hoogte. En dan zien jullie mij vandaag mooi later op de dag met een andere leuke vlog. Dankjewel voor het kijken. Doei!